Ieder jaar zijn er gemiddeld 17 stalbranden met dierlijke slachtoffers. Tussen 2012 en 2020 zijn hierbij in totaal bijna 1,3 miljoen dieren omgekomen. Dit gaat gepaard met veel dierenleed en heeft een grote impact op veehouders en de samenleving. De dieren zijn voor hun veiligheid afhankelijk van de mens. Degenen die de dieren houden zijn verantwoordelijk voor deze veiligheid. Veehouders, verzekeraars, brandweer en de dierenbescherming trachten al sinds 2012 het aantal dodelijke stalbranden terug te dringen. Maar dit heeft niet tot minder branden geleid. Daarom is de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek gestart. Het onderzoek heeft zich gericht op branden in stallen voor pluimvee, varkens, vleeskalveren en melkvee. Met name in de eerste drie sectoren vallen de meeste slachtoffers, omdat daar vaak duizenden dieren in één stal samen zijn. Een stalbrand kan verschillende oorzaken hebben. Zo hebben varkens, pluimvee en kalverstallen vaak centrale elektrische ventilatiesystemen met luchtwassers. Dit vergroot het risico op brand en op uitbreiding van brand. Door stof en dampen die vrijkomen in stallen wordt elektra aangetast, waardoor kortsluiting kan ontstaan. Sinds 2012 is een aantal maatregelen genomen om stalbranden te voorkomen en het aantal dierlijke slachtoffers te beperken. In 2014 is in het bouwbesluit geregeld dat in nieuwe stallen elektrische installaties zich in een aparte brandwerende ruimte moeten bevinden. Sindsdien moet in de daken en wanden van nieuwe en vernieuwde stallen brandvertragend isolatiemateriaal worden gebruikt. Voor het veel grotere aantal oudere stallen zijn maar weinig maatregelen getroffen. Mede daardoor is het aantal stalbranden niet verminderd. Het aantal dieren dat jaarlijks bij stalbranden omkomt is zelfs toegenomen. De onderzoeksraad constateert dat de huidige aanpak te vrijblijvend is en dat het ontbreekt aan urgentie. De wet en regelgeving is gebrekkig en leidt soms zelfs tot verslechtering van de brandveiligheid. Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal dierlijke slachtoffers toeneemt door schaalvergroting. Bedrijven en stallen worden steeds groter met steeds meer dieren. Deze grote stallen hebben meer elektrische installaties en machines die de kans op een stalbrand vergroten. De onderzoeksraad beveelt daarom aan stallen op te delen in brandcompartimenten met brandwerende tussenmuren en een maximale compartimentsgrootte vast te leggen, om te voorkomen dat bij één stalbrand zeer grote aantallen dieren omkomen. De veiligheidseisen aan veebedrijven zouden beter moeten aansluiten bij de schaal van het bedrijf, de hoeveelheid techniek en de risico's die zich kunnen voordoen. Hierbij kan van de industrie worden geleerd, waar hogere eisen aan de brandveiligheid worden gesteld. De onderzoeksraad beveelt aan dat de overheid een ambitieus doel stelt om het aantal stalbranden te verminderen en maatregelen voor brandveiligheid van dieren wettelijk verplicht. Thank you.